52 stuks. Kom maar op met die video. Nou Paul, en ook alle andere abonnees op mijn YouTube kanaal. Dit is dan de beloofde video. Ik had beloofd, als ik 50 abonnees op mijn YouTube kanaal heb, dan ga ik iets doen. Dan ga ik een stripalbum verloten. Nou, ik denk, dat moet ik natuurlijk als stripvlogger zijnde doen met een video. Dus bij deze de video. Maar ik wil jullie allereerst even bedanken voor de steun. Ik vind het geweldig dat ik met mijn beginnende YouTube kanaal inmiddels al 50 abonnees heb die mijn video's bekijken. Inmiddels zijn mijn video's ook al meer dan 2500 keer bekeken. Dus dat vind ik helemaal geweldig. Leuk. Ja, ik blijf vooral doorgaan met leuke video's maken, met leuke stripalbums bespreken, verslagen maken van stripbeurzen en festivals en noem het maar op. En ik hoop dat jullie blijven kijken en ik hoop natuurlijk dat er nog veel meer abonnees bij gaan komen. Maar goed, we gaan nu even een feestje bouwen van de 50. Nou, nee, het zijn er, om precies te zijn, even checken. Het zijn er 51. Even refreshen, even kijken. 51 abonnees. Nou, dat vind ik toch fantastisch. Nou, ik heb beloofd een stripalbum te gaan verloten. Nou, heb ik daar even over nagedacht van ja, welk stripalbum moet ik gaan verloten? Want er zijn er natuurlijk heel veel verschillende soorten. En ja, wat gaan mensen leuk vinden? En zouden mensen het al hebben, ja of nee? Dus ik denk, misschien is het leuk om ook even een wat onbekender album, wellicht onbekender album, onder de aandacht van mensen te brengen. Een album wat ik afgelopen weekend zelf ontdekt heb op het Stripgids Festival in Turnhout en waar ik eigenlijk in een hele korte tijd toch wel een hele grote fan van ben geworden. En dat zit hem vooral in dat groot, want het is een album van Alexander de Grote, de Sandalen van Hermes. Dit is het tweede album in deze inmiddels reeks. Ik heb het gelezen van het weekend, ik vond het een ontzettend leuk album. Ik ga daar nog een stripvlog van maken, uiteraard, maar goed, hè? Wie weet, al voordat dat stripvlog klaar is, kun jij dit album al hebben. Wat moet je ervoor doen om dit album te winnen? Eigenlijk is het heel makkelijk. Het eerste is natuurlijk, je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dat is wel even heel belangrijk. En daarnaast, laat een commentaar achter onder deze video en vertel mij wat is jouw favoriete stripfiguur. Je mag er eventueel ook bij zetten waarom, hè, waarom die jou is, maar in ieder geval wat is jouw favoriete stripfiguur. Ik laat deze actie doorlopen tot en met maandagavond 22 juni om 6 uur. Dan stopt het. Alle mensen die voor die tijd een comment achtergelaten hebben op mijn, onder deze video, waarin ze vertellen wie hun favoriete stripfiguur is en eventueel waarom, uit al die mensen ga ik een winnaar kiezen en die winnaar die gaat dit album winnen. Maar ja, weet je, ik vind het natuurlijk ontzettend leuk. Ik ben ontzettend enthousiast over mijn YouTube kanaal en ik vind het ontzettend leuk dat er veel mensen komen. Ik hoop natuurlijk dat er nog veel meer mensen gaan komen, hè, dat het niet blijft bij 50, maar dat het er misschien wel 500 of nog veel meer abonnees gaan worden. Ja, en ik wil mensen graag toch even een beetje aanmoedigen van jongens, hè? Abonneer je op mijn kanaal, dus weet je wat, ik ben in een ontzettende goede en vrijgevige bui vandaag. Dus ik ga niet één, maar twee winnaars kiezen. En één iemand wint ook nog, maakt ook nog kans op dit album. En dat is het eerste album van Alexander de Grote. Dus uiteindelijk ga ik twee albums weggeven van Alexander de Grote, de eerste en de tweede, aan twee gelukkige winnaars. Dus ik zou zeggen, deel deze video met je vrienden. He, laat ze abonnee worden en dan maken ze ook kansen. Iedereen die in die periode nog abonnee wordt, maakt automatisch ook kans op een van deze twee albums. Dus ik zou zeggen, deel de video, laat een commentaar achter. En maandag dan gaan we de uitslag te horen krijgen. En nogmaals, bedankt voor jullie steun. Ik vind het echt geweldig. En ja, blijf genieten van de video's en blijf vooral natuurlijk leuke stripalbums lezen. Succes!